Ho, ho, ho! Vrolijk kerstfeest! Want het hulpje van de kerstman heeft iets gebracht op speelgoeddag. Dat is... Oemea, nu speelgoeddag is afgelopen, maken we ons klaar om een nieuw jaar te verwelkomen. Maar er is nog een feestboom, dus let's go! En er is een seizoensgebonden kwestie. Sneeuwvlokken. Goed. We kunnen die sneeuwvlokken maken, maar we gaan dus vooral kijken naar wat kerst is op Oemea. Hoewel het voornaamste event dus gebaseerd is op speelgoeddag op de 24e. Daar heb ik al een video over, maar wij zijn zo in kerststijl. Wij gaan kijken naar wat de 25e voor ons in petto heeft. Te beginnen met de post van Label. 2 kleermakersbonnen. En hier... Cool, cool, cool. Wie is er allemaal buiten op eerste kerstdag? Er komt in elk geval geld uit een boom vallen. En het leek me vandaag sowieso mooi om te kijken of we kerstrecepten kunnen maken. En om die rond te brengen naar de bewoners van Oemea. Om toch een beetje het kerstgevoel nog te verspreiden. Op het moment dat het uitkomt is het natuurlijk al kerst geweest. Dus ik hoop dat jullie super fijne kerstdagen gehad hebben. Oh, Frita, ik vind het ook jammer dat ik speelgoeddag niet met jou heb kunnen vieren. Maar ik kon gewoon echt niet. Ze zat voor de haard op de kerstman te wachten, maar ze is in slaap gevallen. Gala. Ja, dan hebben we dus de echte feestdag gemist. Maar dat houdt ons niet tegen om van vandaag gewoon een feestdag te maken. Vooropgesteld natuurlijk dat we hier niet vast komen te zitten. Moment. Wappatee. Hebben we gewoon een kerstoutfit? Ik bedoel, we zijn een rendier. Maar als we de kerstman kunnen worden, is het helemaal top. Ik denk dat dat gewoon kan. Broccolo, goeiedag jongen. Het is heel geinig. Ze hebben hier inderdaad gave kleren. Oh, Miles. Oeh, kijk, we kunnen dus nu ook sowieso dus voor het koken, maar ook voor een koffiepauze in de til spul krijgen. Ik wil de paskamer zeker gebruiken. En die kleermakersbonnen gaan we ook eens zien. Kunnen wij veranderen in de originele kerstman? In elk geval de broek. En de jas. En de muts. Nee, we doen toch deze. En hebben we dan ook... de laarzen en de baard... De baard staat wel in de winkel en ook hier. Maar de laarzen... Die zie ik dan zo snel weer niet. Dan houden we op dat gebied gewoon aan wat we al aan hebben. We trekken rode Scandinavische sokken erbij aan. Oeh, en er zijn van die toffe label sokken. En dit wil ik dan afrekenen. En natuurlijk aantrekken. Tada! Hey, dankjewel. Wij zijn de kerstman. Kerstcadeaus worden natuurlijk traditioneel gebracht op kerstavond. Of eigenlijk na kerstavond. Dus je wordt dan wakker en dan krijg je op eerste kerstdag je cadeaus. Maar wij hebben KK hier ruimte om spul te maken. We hebben de kerstboom. Zucker heeft rare dromen. En wij zijn inderdaad erg, want we hebben geen twee hoofden hier. Dat is een ding dat zeker is. Kunnen we hier nog iets kerstigs kopen? Of is speelgoeddag die kans geweest? Oeh, wat is dat? Is dat een boek?
poppenboek. Yes. Wil ik hebben. En een bokszak? Tuurlijk joh, geef maar mee. En wat is dit dan? Een dansding? Veiligheidsreling. Geen idee waar ik het voor nodig zou kunnen hebben, maar ik koop hem wel. Want waarom niet? En wat is dit dan? Een opstapje? Een flessenkrat. Oh ja, een omgekeerd flessenkrat. Die staat leuk voor op het strand. Nemen we ook mee. Hey, dankjewel jongens. Even kijken. Dit kan dan weggestopt worden. Maar we zitten wel redelijk heftig in onze inventory. Kijken, we doen de droomklingelbon dus dan even weg. Deze, het is inmiddels wel vastgesteld dat die ceder ook weg kan. Onkruid houden we bij ons. Dit heb ik net gekocht, dus het zou vrij vreemd zijn om dat weg te doen. Oké. Zo. Hey, dankjewel jongens. Later. En wat zijn dan die Nook Miles? Die hebben we gekregen voor het verkopen. Gunstig. Ja, we gaan toch gewoon ook eerst even naar Rooster toe. We komen op de weg naar Rooster vast een steen tegen. En dan kunnen we met het spul van Brewster wel weer andere dingen kopen. En ook maken. Ik ga dit sowieso nu plukken. Want doordat het sneeuwt, krijg je automatisch dat je water geeft aan wat hier groeit. Behalve natuurlijk als je het hekje plukt, dat is dan weer wat minder praktisch. Oh jee. Krijgen we dit weer. Hoewel, misschien staat dit niet eens zo heel slecht, wilde ik zeggen. Kunnen we ophouden met boerderijhekken pakken? Wordt zo nat in je zak. Er ligt ook direct weer sneeuw op. Oh, maar Animal Crossing in de winter blijft heerlijk. Wegblijven van de hekken. Goed zo. Hier ook. Wegblijven van de hekken. Kijk. Dat lijkt er meer op. En alle hekken staan nog op hun plek. Het is wel een Nook Miles verdien aflevering. 500 dingen moeten we nu verzamelen. Okido. Dat wil vast. Aan de andere kant, als je 2 of 3 dingen per keer plukt, ga je best snel. Zo. En we moeten hier natuurlijk eigenlijk gewoon nog wat tarwe planten. Zo, dan hebben we namelijk alles gewoon vol staan nu. En ik zie ook al het onkruid. Daar moeten we zo nog even iets aan doen. Maar het is zometeen eerst tijd voor een warm kopje koffie. Van onze duivenvriend. Zo. Dat allemaal schoon. En als we dan toch naar het museum gaan, kunnen we net zo goed fossielen meenemen. Heeft Bladders weer iets om naar te kijken? Dit was niet helemaal de bedoeling. Plant maar weer, man. Zo. Waarom omlopen als je ook zo kunt oversteken? Thank you. Ben ik hier dan nog iets vergeten? Nope. En voor de mensen die denken, Koen, waarom doe je dit? 2 redenen. Allereerste zie ik hier een extra fossiel. En dat kunnen we gewoon verkopen. Dit is allemaal winst. Maar misschien nog wel belangrijker. We konden ook Nook Miles verdienen voor een steen slaan. Dus waarom dan niet? Zou ik denken.
Ik sta wel net verkeerd, denk ik. Oh nee, het ging net goed. Keurig. Niet direct de meest nuttige dingen, maar het is prima. We hebben wel weer Nook Miles verdiend. Een fruitboom planten. Laat me daar nou net echt geen zin in hebben. Ah wel. Tijd om naar Brewster te gaan. Het is tijd voor een bakkie troost. Zoals koffie ook wel genoemd wordt. Waardoor ik me ineens afvraag waarom dat eigenlijk zo genoemd wordt. Komt dat gewoon omdat het warme in dranken vaak als troostend wordt ervaren? Of komt het vaak omdat je op uitvaartbijeenkomsten vaak koffie geschonken krijgt? Dat het op die manier een bakje troost is. Maakt ook niet uit. Wij gaan ons focussen op de vrolijke dingen. We hebben ruimtetekort straks, vrees ik. We gaan even kijken hoe het loopt. Bladders, dankjewel jongen. Jij een aangename voortzetting van je slaapje. Wij gaan naar Brewster. In the roost. Resetti! Wat doet die hier dan? Mijn oudere broer let op de winkel, terwijl ik hier mijn... Ja, kijk, zie je wel, bakje troost. Ik ben niet de enige die het zegt. Natuurlijk breng ik een kop voor hem terug. Zegt hij nog wat hij eerder deed? Als de plicht roept, is hij er. Deze mol heeft mij echt nachtmerries bezorgd. In eerdere Animal Crossing, precies. Zijn oude pijl, de herstartknop, die is zowat overbodig geworden. Dus ik won. Maar nu ik wat ouder ben, denk ik soms, wat als herstartknoppen eigenlijk goed zijn? Ik bedoel, stel dat je een keer het echt goed verpest hebt, dan wil je toch een tweede kans? Het leven heeft een herstartknop nodig. Oh, eerder was dat juist andersom. Als je dan dus in New Leaf of in een andere game per ongeluk herstartte. Of dit gebeurde. Je apparaat viel uit. Kreeg je die mol op bezoek. En dat was echt een verschrikking. Hij kan elk moment gebeld worden door iemand die hulp nodig heeft. Ja, Resetti doet nu natuurlijk de hulpservice. Niet dat ik me kan bedenken waar je dat voor nodig hebt. Behalve als je vastzit op een meidageiland. 200 klingels. Yes, komt u maar door, Brewster. Komt u maar door. De beste bonen perfect gezet in een kopje van het fraaiste porselein. Nou, als je het zo brengt, kan ik niet anders dan die slok willen nemen. En mijn witte baard nat willen maken. Oeh, heerlijk. Een rijke evenwichtige smaak met subtiele bloemige noten. Dank u wel, Brewster. Het begint al flink koud te worden. Het is nooit zo koud, wel modderig en donker. Aha. Dat zijn weer 150 miles extra. Dan gaan we koken. Om mensen een kerstmaaltijd te kunnen brengen. We moeten alleen even bedenken wat we dan precies willen maken natuurlijk. En ik zal nog even op zoek gaan naar de fles. Voor het geval dat een kerstig recept is vandaag. Oké, hier is onze fles. Wat zit daar voor ons in op kerstdag? Een muziekschelp. Oeh, die heb ik nog niet. Dat is in elk geval gunstig. Hoe maak ik die dan? 3 doopvonnen schelpen. Ik ben stiekem wel benieuwd. Peniskam. Randdollar. Zanddollar. Kauri. Nog een zanddollar. Peniskam.
Anders moet ik ze op gaan pakken. Dan worden ze vanzelf vervangen natuurlijk. Want ik heb zo het vermoeden dat dit nog wel even kan duren. Ho, 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 Teddy. Hij begint nu al aan zijn goede voornemens. Elke dag zijn benen trainen. Oké. Doe jij dat, man. Terwijl wij gewoon rustig van de muziek genieten. Ik zie vooral Venuskammen. Ik denk dat we wellicht twee dingen even moeten doen. De eerste is wat geld bijschrijven op mijn rekening. En het tweede is misschien toch even iets nog verkopen. En als we hier dan toch zijn, kan ik net zo goed deze twee dingen ook opgraven. Dan hebben we alles tenminste gewoon gehad. Kijk, zie, gaan we al. Zakken zitten vol. Begraaf die rode versieringen maar. Houden we een extra stukje verrassing. Ik hoef niks te verkopen, want ik wilde helemaal niet de verkoopkist hebben. Ik wilde dit hebben. Klingel storten. $12,375. En dan voor mijn gemoedsrust nog eens een keer 20.000. En hiermee kunnen we dan onze zakken iets legen. En houden we hopelijk een bedrag onder de 100.000 over. Maar dat zou toch haast moeten. 17.000 klingels. Dus toch maar goed dat we die extra 10.000, 20.000 gedropt hebben. Anders hadden we dat nu gewoon weer kunnen doen. Oké, kooktijd. Wat gaan wij maken voor iedereen? Pizza zou ik denken. Maar dat past dan weer niet. Bagel met pompoen. Oeh, dat is misschien wel lekker. Oranje pompoen moet je dan hebben. En bloem. Op korenmeel, dat kan ik gewoon maken. Hoppatee, we maken sowieso even een broodplankje. En wat is dan nog meer lekker? Aardappelnocci is lekker. We hadden misschien eerst iets meer moeten verzamelen. Wat hadden we nog nodig voor die gnocchi? Of gnocchi, of hoe je het ook uitspreekt, bloem. Oké. Hoppa. In de pocket. Let's go. Yay. Wat gaan we nou nog meer maken? Hebben we nog... worteltjestaart natuurlijk. Lekker. Moet je het ook zien glinsteren? Nee, nog meer worteltaart. Oh, carrot cake is echt zo lekker. Red velvet ook trouwens. Daar hebben we een pijlinktvis voor nodig. Dat dacht ik al. We bakken even wat bruin brood. Want dat is gezond. Wortelsoep natuurlijk als voorgerecht. Woehoe. En nog eentje. Lekker man.
Tomatencurry, waarom niet? Hoewel daar zoiets ook crème fraîche door zit. En dat hebben we dan weer niet gemaakt. Oeh, er is een bloem tekort. Kunnen we nog één keertje oplossen? Bij deze. Een inktviscurry. Nee, dat lijkt me dan weer niet lekker. Dit wel. Miam, miam, miam. En onze zakken zitten vol. Dus dat betekent dan weer dat wij onze gemaakte vreugde kunnen gaan uitdelen. Na natuurlijk het innen van deze Miles. Daar zweeft een kerstcadeautje. Hopen dat hij dit keer niet zoals de vorige keer in de sneeuw terechtkomt. Of in bloemen. Nee, dit moet toch wel goed gaan. Ja, keurig. Laat dat heel even vallen. Kunnen we even kijken wat het is. Een sneeuwbol. Oh, cool. Wil ik hebben. En er zijn meer Nook Miles. Oh, Miles. 100 gerechten. Holy Frita. Als het buiten koud is, word ik warm door mijn brein aan het werk te zetten. Tomatensoep. Wat dacht je van tomatensoep in je ijs? Nee. Hier. Je hebt het over tomatensoep? Wat vind je van deze wortelsoep dan? Enjoy. Goeie keus. Mooi. Een hoofdverband. Dank u. Kijk, er zat hier net iemand op het plein. Ja, Zucker. Als je liever zijn voor de kerst, moet je koekjes voor hem eten. Koekjes eten wil hij wel doen. Nice. Jerry. Kijk, we schieten dan. Je maakt een wandelingetje op speelgoeddag. Ontbijten met allemaal lekkere dingen. Slapen tot lunch en aan lunch ga je spelen. Oh, dat doet hij dus elke dag. Wat ben je een held. Jongen, ik heb iets lekkers voor je. Waar is mijn taart? Daar, worteltaart, alsjeblieft. Helemaal voor jou. Een retro jas als dank. Niet nodig, maar het wordt op prijs gesteld. Yo, Cheddar. Wat wil je? Prettige feestdagen. Oké. Prettige feestdagen. Precies dat. En alvast een gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Cheddar, jij ziet eruit als iemand die veel kan eten. Hier heb je een bak bruin brood, man. Je imago begint bekendheid te krijgen. Een sushi-koksmuts. Hey, dankjewel. Is Hopper toevallig thuis? Jup. Eens kijken hoe het bij Hopper is. Oh, die is aan het bouwen. Wat ben je aan het doen? Sneeuwlichtjes. Ja, dat wil ik heel graag leren. Oh. Sneeuwlichtjes. Yes, yes, yes. Snel eventjes iets droppen. Ik bedoel, ik weet niet eens precies wat het is, maar ik weet wel dat ik ze wil hebben. Je moet zeker de juiste kleren aantrekken, Teddy. En je moet juist eten. Hier, dit vult het meest. Wel allemaal koolhydraten en zo, maar goed. Een roze vloer.
Die moet misschien naar Bibi. Oeh, Gala is er ook. Die zit alleen wel te lezen. Zit je nou... Oh nee, ze loopt te lezen. Ik geniet best van de sneeuw. Maar ik ben momenteel vooral bezig ruimte te maken voor feestlichtjes, sneeuwlichtjes. Kijk eens, worteltaartje. Die ga ik zeker niet missen. Een bezorgersjas. Oké. We rennen snel naar onze opslagkast. Die is hier. En dan stoppen we alle dingen die we net gekregen hebben. En waar we heel weinig aan hebben. Die stoppen we weg. En dan gaan we nu terug naar Hopper. Voor die sneeuwlichtjes. Ja, Hopperman. Doe me dat recept. Merci, Bean. Ik hoop dat ik er zo klaar mee ben. Ik ben namelijk heel benieuwd wat je er allemaal voor nodig hebt. Hoppa. We hebben hem in elk geval opgeslagen. Blauwe versieringen en ijzerklompjes. Het ziet er cool uit. Speelgoeddag lekkers. Kan ik jou ook nog iets geven? Ja. Ik heb iets voor je. In de vorm van een tomatencurry. Alsjeblieft. Ik hoef jouw bodywarmer dan eigenlijk weer niet. Maar hey, dank je. Volgens mij heb ik in mijn opslag nog wel de blauwe kerstballen die we hiervoor nodig hebben. Dus daar ga ik nu direct naar kijken. Terwijl ik mij ook afvraag wat hier dan ligt. Oh ja, de Lloyd natuurlijk. En is dat daaronder ook een Lloyd? Ik kan me niet herinneren dat ik hier een Lloyd begraven heb. Oh, dat komt ook omdat het geen Lloyd is. Cool. Dus. Sneeuwlichtjes, kom maar. En we maken er direct twee. Waren het niet dat we daar niet genoeg geld voor hebben? Feestboom zouden we in principe nog genoeg geld voor hebben. Dat zouden we kunnen maken. Maar ja, hè, dan is de vraag, wil je dat? Dat is een rode versiering, daar kopen we niet veel voor. Sneeuwvlokken genoeg natuurlijk. Maar ja, het gaat ons natuurlijk niet om de vlokken. Het gaat ons om de ornamenten, de versieringen. Waar is nog zo'n versierde kerstboom? Daar. Kom op. Hier dan. Ja, ik zie blauwe kerstballen. Blauwe versiering. Score. Toch ook even kijken hoe het eruit ziet. Wauw. Dat is groter dan ik dacht. Cool. Helemaal als ze ook aan kunnen. En dat kunnen ze vast. We maken eerst die tweede, dan gaan we ze opstellen. Tada! Sneeuwlichtjes zijn gemaakt. En dan nu natuurlijk de grote vraag. Wat gebeurt er als je ze opstelt? En waar kunnen wij ze eigenlijk opstellen? Voor Karins huis, maar ik weet niet of die
ons dat in dankbaarheid gaat afnemen? Oh, hier. Dan natuurlijk eigenlijk wel andersom. Dus zo. Gaan jullie nog aan? Nee, is dit het? Gaan jullie aan als het donker is? Dat kan. We laten ze zo in elk geval staan. Goed voor de decoratie. En dan hebben we natuurlijk dus die tweede. En ja, wat doe je daar dan mee, hè? Terwijl ik volgens mij, ja, nog een ballon hoor. Dit is wel een gokje, hoewel, komt denk ik wel goed. Ja, hij stuiterde goed. Een klassieke Monpee broek. Cool. Wat ligt hier dan nog? Is dit weer een Lloyd? Oh nee, natuurlijk niet. Ik ben in mijn eigen val gestapt. Die had ik daar zelf ja neergelegd. Ik zou zeggen, we kunnen hier nog wel een kerstversieringsdingetje neerzetten misschien. Het enige nadeel is dat ze steeds de verkeerde kant op staan. Dus als ik zo sta... Ja, dan worden ze goed geplaatst. Top! En dan rest mij nog naast dit opgraven. Thankies voor de Lloyd. Als goed is kan ik hier door. Yup. KK, wat heb je voor ons, jongen? Ik ga vandaag optreden. Nu geen verzoeknummers. Vanavond om 6:00. Oké, moeten we dan mogelijk nog terugkomen? Maar voor nu is dit wel het einde van onze video. Dus toppers, super, super hartelijk bedankt voor het kijken naar deze Animal Crossing. Ik hoop dat je geweldige feestdagen gehad hebt. En ik wens jullie natuurlijk ook alsnog een heel goed einde van het jaar. Ik kom dan natuurlijk weer met een Animal Crossing. Want oud en nieuw bij Animal Crossing is fantastisch. Gaan we ook dan weer vieren. Vond je deze video nou tof? Beloon hem met een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Was ik Crazy Koen. Heel graag tot de volgende Animal Crossing. How do?